Conservation International Suriname, CI Suriname, heeft vanmorgen samen met Apora Networks een crowdfunding campagne, oftewel publieke financiering, gelanceerd. De campagne is ten behoeve van het trio dorp Alalapadu in het zuidwesten van Suriname. De middelen zullen gebruikt worden om de olieproductie uit Brazil nuts, oftewel paranoten, te stimuleren. Volgens John Goedschalk, directeur van CI Suriname, is het gebied van grote waarde voor ons land. Ongeveer 70% van ons water komt daar vandaan. Verder is er een unieke biodiversiteit in dat gebied en die moet beschermd worden. Goedschalk zegt dat CI samen met de lokale bevolking besloten heeft de olieproductie uit paranoten ter hand te nemen. Dus een van de belangrijkste opdrachten die we van de inheemse hebben gekregen is CI. We hebben werk nodig, we hebben ontwikkeling nodig, we hebben bedrijvigheid nodig. Dus wij hebben samen met de trio's in dit geval, in het dorp Alapadu, hebben we overleg gehad. We hebben hun gevraagd, wat willen jullie doen? Ze hebben gezegd, we hebben veel Brazil noten. Kom kijken, kom naar ons bos, we gaan jullie laten zien, we hebben 8000 bomen. Dus ja, ik dacht van, nou ja, 8000 klinkt wel veel. Dus ik ben erheen gegaan en warempel, een heel bos met die bomen. Erg vreemd hoor, zoveel bij elkaar. Dus ik denk, misschien is het ooit geplant, tientallen jaren geleden, dat weten we niet. Maar in ieder geval zijn er dus meer dan 8000 vruchtdragende bomen. Dat betekent dat ze elk meer dan 50 jaar oud zijn. En de mensen zeggen dus, meneer Goedschalk, CI, we willen jullie ons hiermee helpen. We willen dit verkopen aan de wereld. Nou, wij zijn met hun gaan kijken, hoe doe je dat op de beste manier? En de uitkomst was olie. Olie ervan maken. Goedschalk zegt verder dat als de olie in de stad wordt verkocht, het veel meer opbrengt dan wanneer slechts de noten verkocht worden. CI is nu bezig om randvoorwaarden te creëren, zodat de verkoop van de geproduceerde olie vlot kan verlopen. Dus we zijn al ongeveer een jaar of anderhalf daarmee bezig. En we zijn nu in de eindfase gekomen. We hebben een koper gevonden voor de olie. Dat is Yomi Cosmetics, een lokaal Surinaams bedrijf, die daar cosmetica van maakt. We hebben de dorp geholpen om een stichting op te zetten, zodat zij de verkopen zelf kunnen doen aan Yomi Cosmetics. En misschien ook in de toekomst aan andere partijen. En we hebben de productiefaciliteiten uitgeschetst. We zijn begonnen te bouwen. We hebben de persen gekocht die nodig zijn om te persen. We zijn bezig met de training van de mensen. En we zagen, nee, we hebben nog wat geld nodig. Dus toen hebben we contact opgenomen met Apora Networks, die we weten crowdfunding doet. En we zeiden, luister, we hebben hier een heel tof project met een mooi Surinaams product, hoogwaardig Surinaams product. Kunnen we crowdfunding doen? Nou, het antwoord was ja. Dus wat we nu doen is, we hebben een crowdfunding campagne die vandaag gelanceerd is. Het is te zien op apura.org, dus www.apura.org. Kan iedereen gaan kijken, daar staat het hele verhaal. En daar kunnen mensen doneren aan dit project. En in ruil voor een donatie krijgt men dan een flesje van die olie toegestuurd. Tot zover John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname. Hij heeft vanmorgen een crowdfunding campagne gelanceerd ten behoeve van het inheemse dorp Alalapadu.